Geweldig. Okay.
1 meter 1. Yes.
Genoeg. Genoeg. Juist. Zo, het zit er weer op. En weer een prachtige dag. Het was echt weer schitterend. Het begon vanmorgen eigenlijk verkeerd, want ik was er vrij vroeg bij. Ik zat om 6 uur in de auto naar de eerste plek toe. En toen ik daar kwam, was het water net modder en het stroomde erg hard. Dus vissen was op de plek die ik in gedachten had eigenlijk nog steeds onmogelijk. Vanwege al dat vuile water wat uit België en Duitsland en Limburg vandaan is gekomen. Maar goed, plan veranderd, door naar de tweede stek. En dat bleek een betere keuze, want binnen een kwartier een schitterende aanbeet die resulteerde in de 11e meter van dit seizoen. Dus er gaat weer een blokje bij op het telraam.
En prachtige vis, oersterk, kerngezond. Ik zet die vis terug en ik denk, nou, 5 minuten later zie ik in mijn ooghoek een bever aankomen zwemmen die erg geïnteresseerd was in wat ik aan het doen was. Dus die bleef redelijk in de buurt hangen en die heb ik een paar keer op de film gezet. Maar dat kost natuurlijk tijd, dus uiteindelijk toch door. En ja, de wind draaide van zuidwest naar west en dat maakte het vissen op het water wat ik in gedachten had eigenlijk onmogelijk. Dus ja, ik heb dat toch geprobeerd. Maar het duurde tot 's middags, ik denk 1:15. En dat is dus vanaf zeg maar 7:30 voordat ik de volgende bijt kreeg. Maar goed, uiteindelijk ook vandaag toch weer 4 stuks kunnen vangen. 1 gemist. En die misser, dat was er zo eentje die aan de start van de streamer ging hangen. 2 keer achter elkaar. Nog een keer volgen, maar hij pakte dat uiteindelijk niet. Niet getreurd. Prachtige dag. Schitterende natuur. Gewoon genieten en op naar de volgende.